Op 7 mei doen we onze ontwikkelingsdag succesvol en authentiek ondernemen. En ik wil Charlotte nog eens op scherp stellen, mm-hmm. want we zijn het hier aan het voorbereiden. Hè. Ja. Mensen zeggen van, oké, ik doe al verschillende acties. Ik ga naar een huisarts, ik heb een website, ik ben op sociale media bezig. En toch komen er geen klanten. Wat is de succesfactor die maakt dat mensen dan effectief ook komen? Ja, dat doet mij zo denken dat die contactmomenten die er mm-hmm. zijn met jouw klanten, dat die dan precies niet helemaal doen waarvoor ze bedoeld zijn. Dat die niet werken? Dat die niet werken, ja. Wat is de succesfactor? Ja, de bedoeling van die contactmomenten is dat die klanten met jou verbinden. Dat die voelen van, dat is de persoon die mij gaat bieden wat ik nodig heb. Ja. Dus er moet daar iets gebeuren in die relatie. Ja. En dat is mogelijk wanneer dat jij daar helemaal in je kracht staat. Mm-hmm. En dat jij daar met al jouw deskundigheid, mm-hmm. met al jouw ervaring in jouw thema, met al jouw energie, mm-hmm. met al jouw positieve intenties, met alles wat je hebt, met alles wat je hebt om in te zetten, dat jij daar staat. Mm-hmm. En dat jij die mensen het gevoel heeft van, voilà, hier kan je vinden wat je nodig hebt. Ja. Het is niet alleen gewoon een actie doen. Het is echt verbindend werken. Ja. En daar helemaal staan met jezelf. Hè. Ja, dat is ook het plezantste trouwens. Ja, eigenlijk. Ja. En op die dag gaan we dan ook bezig zijn met die kracht van jezelf en dat verbindend kunnen zijn naar je doelgroep toe, daar veel sterker in worden. Want dat is dan toch de succesfactor. Ja. Oké, daar gaan we mee bezig zijn. Tot dan. Tot dan.